Op 26 mei 1705 schrijft Antonio Stradivari een brief aan een van zijn klanten. Daarin verontschuldigt hij zich voor een veel te lange wachttijd op een viool die hersteld moet worden. Dag op dag, ongeveer 250 jaar later, begint het leven van een man die niet uit een vioolbouwtraditie komt. Hij leert geen violen bouwen. Hij kan zelfs geen Italiaans. But he learns how to hold a chisel and make acoustic fretted instruments. And as with Stradivarius, his customers are hoping that today's work gets finished yesterday. This is a short story about a few stringed instruments, some of their players, but mainly the tale of a single man who made all that music possible. Yeah. Okay, here we go. Yeah, you ready? Everyone is already here. When he eventually learns to play an instrument, the magic of the universal feelings that are music ring true. Musical hobos like Daryl Adams and Jack Elliott make Hugo fall in love with the banjo and traditional American folk music. The intoxicating honesty that speaks from this kind of music will last them a lifetime. Dirk Fontaine and Manu Stessel illustrated this in a home recording studio in Ghent in the fall of 2004. Via de muzikanten die hij leert kennen, krijgt Hugo inzicht in de bespeelbaarheid en de klankkleur van tientallen verschillende gitaren. Een van hen is Trawant Paul de Poorter. Hugo moet ik ontmoet hebben de eerste keer. Die was die 17, was die 18 jaar. Ik had opgetreden in Veurne, hier in een zaal. En achteraf, jonge kerels die komen babbelen en zo. En het was zeker in de maand juni of zo, of mei, juni. Oh ja, het is grote vakantie, jongens. Hè. Ja, ons vervelen, zei er daarin. Ons vervelen, ja, wat moeten we doen? Ik zeg, zo beter allemaal, kom helpen met mij. Ik ben aan het verbouwen. Is het waar? Zegt er daarin. Is het waar? Ja, mag ik komen? Ga komen. Hij mocht zeggen dat voor te lachen. Waar ja, zeggen we. En inderdaad, Sandra, hij was daar. Iemand die dat kan maken, zo'n instrument, hè, dat is toch... Je moet toch veel liefde in een mens zetten om dat te kunnen. Nee, om dat uit te zoeken, om die houtsoorten te vinden, om dat in te leggen. Dat hebben we nodig, veel liefde, vooral hetgeen dat we doen. Wat dan we... En dat is, ja, kijk, de talenten, hè.
Making an instrument is a process. It involves several stages. Many different kinds of wood are used, but also other materials like mother of pearl, bone, precious stones and metals. A good luthier has to be a jack of all trades. Being an instrument builder, he learns to design all kinds of jigs to improve his craftsmanship. When making an instrument, he tries to encompass some of his own and some of the customer's expectations in the final result. He knows the artistry involved in doing inlays, but he doesn't lose sight of the importance of a good, clean design. J'adore le son qu'il a. Il répond vraiment aux exigences que j'avais. Il a un son, il a beaucoup d'attaque et en même temps un son très doux quand j'en ai besoin. On a choisi les incrustations. On a choisi un manche légèrement bombé. Et un système top tension pour le tension de la peau qui est vraiment agréable. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est sûrement un des plus beaux banjos qu'on ait jamais vu. Er zijn verschillende soorten instrumentenbouwers. Je hebt bouwers die zich helemaal in kunnen leven in wat de klant vraagt. En dat om kunnen zetten, een verbinding kunnen maken met wat ze zelf kunnen maken en willen maken. Ook begrijpen wat de klant bedoelt met een bepaald klankspectrum. En je hebt bouwers die heel eigenwijs zijn, die gewoon zelf een visie ergens op hebben. En dat maken en dat kunnen de klanten kopen. En daar is niet over te discussiëren, dat is het wel. En zo moet het zijn, dat is de beste manier. En ja, zo is Hugo in ieder geval niet. Hugo is duidelijk iemand die wel een voorkeur heeft voor esthetiek en dingen die hij mooi vindt. Maar ik denk dat hij een heel eind mee in kan gaan in wat een klant eventueel zou willen. Wel, om dat duidelijk te maken. Ik denk dat hij dat ook wel redelijk goed begrijpt. Dat is een kunst op zichzelf, denk ik. De Vlaamse klei is geen gunstige voedingsbodem voor iemand die als instrumentenbouwer en hersteller door het leven gaat. In echte renaissance-stijl is Hugo Valke er toch in geslaagd een lans te breken voor het ambacht van de luthier. In zijn geval een luthier met een waaier aan interesses en talenten en vooral een groot en ongeduldig hart voor al wie op zijn pad komt.